Ja, Jan Faber, dat was vandaag tijdens de opbouw van de tentoonstelling in Bozar in Brussel. Maar je bent alomtegenwoordig. Hè. In maart komen er 27 voorstellingen. Hè. Er is nog een herneming van de theatervoorstelling De Koning van het Plagiaat, een dansvoorstelling en Les Brigitine, een video-installatie, Angel of Death. Dat is ook een theatervoorstelling. Ja. En is dat toeval? Nee, dat is gepland. Hè. Ja. Ja, maar waarom gepland, nu? Hoor. Waarom nu? Ja. Omdat het in onze agenda goed uit kan. De Angel of Death speelt op dit moment nog in Montreal, vanavond. Diddy Kroothoofd speelt ook vanavond ergens in Vlaanderen. En dan de andere voorstelling die komt van Peru. Ja, dus in onze agenda kon het tot die drie solo samen te brengen in Brussel. Het lijkt bijna een festivalletje, Jan Faber. Met die tentoonstelling er ook nog bij? Ja. Dus het is voor het publiek is interessant om de tentoonstelling bezoeken in Paleis Verschone Kunsten. Dan heb je een soort visie op oude theatertekeningen, foto's van de jaren 80, 90. En dan heeft het publiek een kans om drie verschillende typen van voorstellingen te zien. Een tekstvoorstelling, met Diddy Kroothoofd. Dan Angel of Death, met Ivana Josic, dat is met Bill Forsyth. Dat is een installatie. Tekst en dans. En dan is het pure dansvoorstelling Quando Lumo Musi, een Principale Donna. Ja. En dat is voor publiek interessant volgens mij, om vier verschillende insteekstellingen. Het Museum van Moderne Kunst, die tonen vanaf morgen werken die geschonken zijn door de privécollectie Verbaat. Belangrijke werken van zijn collectie, die gaan naar het Museum van Moderne Kunst. Je kunt het publiek ook morgen gaan bezoeken, vanaf morgen. Ja. Dus. Is het een goede tijd om kunstenaar te zijn? Bedoelt economisch of wat? Je mag het invullen zoals u wil. Voor mij is het altijd een goede tijd geweest om kunstenaar te zijn. Sinds dat ik 16, 17 jaar was, was geen andere weg. Ja, u wist van kinds af aan al dat u, hoe zegt u, dat u gedoemd was om kunstenaar te worden. Hè? Ja, dat was maar één noodzaak. Dat was maar één ademhaling. Ja? Bezig zijn met schoonheid. Ja? En de bedienden zijn voor de schoonheid. En hoe lang op mijn knieën zitten voor de schoonheid. Hoe lang deed u dat dan al? Tekenen en... Mijn eerste, laten we zeggen, professionele tentoonstelling en performances heb ik gedaan toen ik 17 jaar was. Had ik mijn eerste galerij tentoonstelling, mijn eerste acties en performances. En voordien had ik in de kelders bij mijn ouders een atelier en een laboratorium waar ik allerlei soorten experimenten deed. Met van alles. Met mijn eigen lichaam. Ik kon onderzocht heel snel mijn eigen lichaam. Wat is de betekenis van mijn lichaam? Hoe zie ik eruit? Waarom bloed ik? Waarom pis ik? Ja. Waarom komt er sperma uit? Dat was onmiddellijk gewoon als, de fascinatie van het leven. De ontdekking van het leven, feitelijk. Ja. En natuurlijk, wat betekent dat allemaal? Op een sociaal vlak, dat lichaam, politiek vlak, filosofisch vlak. Ja. U woonde in de Zeefhoek, een volksbuurt, in Antwerpen. Was daar dan als teenager al mee bezig? Dat lijkt me niet evident. Wisten u uw vriendjes van de Zeefhoek dat u daar dan mee bezig was? Nee, als ik jonger was, was het tamelijk zo bedekt. Want ik speelde een keer op straat, dan ging ik voetballen. En dat was een hele geheime wereld, feitelijk. Mijn tekenen, mijn schrijven, mijn laboratorium in de kelder. Het was een heel geheime wereld. Ja. Maar simultaan was het ook, als ik later naar de academie ging, durfde ik in de academie ook niet zeggen dat ik voetbalde. Want die vonden voetbal stom. Dan was dat weer andersom. Ja, dat was weer andersom. Ja. Dus de allereerste keer dat ik er tamelijk vrij kon over spreken, dat ik zowel van sport hield als van beeldende kunst of van schrijven, was ik in New York gewoon dat ik 21 was. Omdat blijkbaar tussen die collega kunstenaars, die konden over Europese voetbal spreken en die vonden het spannend. En voor mij was het ineens een openbaring. Want op de academie was het precies een lompaard dat je van voetbal deelt. Het was not done. Ja. Dus ik ben altijd een soort eenmansbeweging geweest, dus ik ben er al zo blijven doorgaan. Ja. Hebben uw ouders u op dat spoor van de kunst gezet? Mijn moeder en mijn vader, moet ik zeggen, die waren fenomenale mensen. Mijn moeder was een soort Franstalige bourgeoisie. Mijn vader was een arme communist. Anarchie van de liefde bracht nu samen. En mijn moeder vertaalde voor mij, als jong manneke, 12 jaar, 13 jaar, Boris Vian, Edith Piaf, Lucien Delisle, Verlaine, Baudelaire, die vertaalde dat voor mij. En mijn vader die nam me mee naar het Rubenshuis, naar het Steen, die vertaalde al de mythologie van de stad.
Dus die heeft eigenlijk mij de liefde voor het beeld bijgebracht. En mijn mama heeft mij de liefde voor de taal bijgebracht. Een soort bekende soort Belgisch huwelijk. Huh? Maar ik heb gelezen dat u er ook bijna niet meer was geweest. U hebt 2 zelfmoordpogingen achter de rug op jonge leeftijd. Nee, niet in 2 zelfmoordpogingen. Er was 1 zelfmoordpoging en ik heb 2 keer in coma gelegen. En waarom? Omdat ik die zelfmoordpoging met ik gevoelig was. Het extreem gevoelig, te sensitief. Maar u was en jong ik, toen, hè? Zeer jong, ja. En ik heb dat geluk gehad, feitelijk. Door mijn kunst bezig te zijn, heeft kunst mij een stuk gered. Omdat ik in kunst bij manier spreken ja, een soort vrijheid vond. Vrijheid in de schoonheid. Verbeelding. En daar kon ik veel in transformeren. Ja, het zijn de Amerikanen die u ontdekt hebben, hè, als het ware. En een kans gegeven hebben. Ja, feitelijk. Er zijn een aantal Amerikaanse filosofen die me van mij in het Antwerpse een kleine tentoonstelling gezien. Er waren curatoren en filosofen die me feitelijk mij naar Amerika gehaald voor lezing te doen over mijn beeldende kunst. Ik heb dan les in de School of Visual Arts, dat ik 21 jaar was. Daar heb ik veel goede collega's ontmoet, waar ik dan overlas in de boekjes. Mm-hmm. Begon ik dan met jullie in een café te zitten en discussiëren. Dus daar heb ik veel aan gehad aan die periode. Ja. Heeft u geluk gehad op dat moment, dat het dan zo gebeurd is? Of was u voorbestemd? Je weet, geluk is de enigste gerechtigheid. Hoor. Ja, dat is mooi. Maar intussen bent u zo aanwezig ook dat waarschijnlijk heel veel mensen u kennen zonder het te beseffen. We hebben een paar foto's van kunstwerken van u. Ja, dit is de man die de wolken meet. Hè? Ja, ja. Bovenop het Smak in Gent. Ja, want, ja. Ja, en dat is gebaseerd op een overleden broer van mij en ook op de Birdmouth van Alcatraz. Op Robert Stroud. Die op het einde van zijn leven had een ornitholoog, als hij beroemd was, en hij zat op een boot, Alcatraz werd gesloten. En dan vroeg ze hem, meneer Stroud, wat gaat u doen met de rest van zijn leven? En hij zei hem, ik ga de wolken meten. Mm. En het gezicht is geïnspireerd op een overleden broer van mij. Ja. Mooi. Ja, uw kunst kan eigenlijk overal in alle heel wat Belgische steden geconsumeerd worden. Hè? Onder andere ook in het Koninklijk Paleis. Je bedoelt bekeken worden. Sorry als ik het zo met weinig respect zeg. Hier geraakt de gewone man niet zo. Nee, dit is in het paleis. Hè? Ja, het is Koninklijk Paleis. Dat is een Heaven of Delight. Dat is een permanent plafond. En daar heb ik feitelijk een soort de koningin kunnen overtuigen om ook de luster, als bekend, een soort grote spinnenkop die vanuit het plafond naar beneden valt als een soort overwoeking van de natuur. De plafond als een soort driedimensionaal sculptuur. Mm-hmm. En dat is de luster die je gezien hebt. Ja. En dan het andere werk is Searching for Utopia, staat in Nieuwpoort. De schildpad. Daar ben ik mm-hmm. Op een vrouwelijke schildpad voor de zee. Ja. Vindt u het belangrijk dat mensen overal te landen uw werk kunnen bewonderen? Dat de mensen overal te landen uw werk kunnen bewonderen, dag in dag uit. Dat u zichtbaar bent. Mm-hmm. Ik vind het plezant, weet je, in de periode dat ik bijvoorbeeld Koninklijk Paleis maakte, een plafond, je kreeg heel veel brieven in mijn bus. Dat ik een landverrader was. Omdat u voor de koningin werkte? Ja, omdat ik niet Vlaams genoeg gezien was, omdat ik voor Koninklijk Paleis werkte. En brieven met naam en toenaam, dat ze me wel zouden vinden. En dat ze me wel dreigbrieven. En wat natuurlijk wel schoon is aan schoonheid, op een gegeven moment de kracht van schoonheid. En een half jaar later zit ik dus, want ik had aan de sculptuur ook een paar jaar gewerkt aan die sculptuur, zit ik dat dus aan de kust, aan Nieuwpoort. En simultaan, mannetje van de Keemglas, wil ik al Keemglas ging komen voor mijn deur, die vond dat echt fantastisch. Wow, Jan, wow, zo schoon werk. Dus op een gegeven moment was ik niet meer zo'n slechte mens. Omdat er in Nieuwpoort staat natuurlijk. Nieuwpoort is meer een badstad. En mensen vonden het dan eerst mooi. Ja. Ook de volksmensen. En uiteindelijk moet je als kunstenaar, en dat is dan belangrijk uiteindelijk, als kunstenaar moet je eigen ding doen, je eigen visie hebben. En dat moet door alle status, protocol, macht doorgaan, ja. Schoonheid. Dat heeft moet niks gerelateerd zijn, ja. Aan geen enkele ideologie.